ga eens goed luisteren, jongen. Ik zal het helemaal van A tot Z vertellen. Ik kom 7 uur die bus ophaald, moet eerst naar huis rijden. Gewoon nog frikandel, broodje erin, broodje bakpauw, een beetje teletext kijken, potje bier erbij. Huppa! Relaxed in uw eigen directeurstoeltje zitten. Dan rijd ik gewoon om 1 uur of 2 naar die Renelaan. Komt er om 1 uur of 3 Barry aan. Ik zei gewoon dat ik het niet kon vinden. Als dan Danny om 3:30 komt, geef je gewoon aan hem die klokkaart mee. Moet er nog wat spullen uitladen. Kan hij ons om 5:30 uitklokken, zijn wij om 4:30 klaar. Hij was het je vast. Ai! Kom ik eens helpen! Directeerstoeltje thuis. Gewoon een relax fauteuil. Heb ik. Voor de benen zo, hop, hop. Domme. Domme. Hey, we hebben precies 2 mensen nodig om de auto op te tillen. Zoek ergens iemand. Kom. Of niemand hard werken is, vind je meteen een stuk prettiger. Kijk, zo doe je dat. Jongens, kunnen jullie me alsjeblieft helpen? Er is net een ongeluk gebeurd. En ik heb precies 2 jongens nodig om het leven te redden van een meisje. Kende jij dan godverdomme niet zien dat wij aan het werk zijn, verrekte mongol! Ja jongen, kut! Wat doe je die jongen?